Dipa Mahespal Singh is vanaf zaterdag 12 november ook Bharata Natyam Rangatram docent. Zij is de tweede leerling van Namita Ayodhya die na 15 jaar haar Rangatram doet. In een tot de laatste plek gevulde theater Thalia heeft Dipa Mahespal Singh de Bharata Natyam Rangatram afgedanst. Mahespal Singh is leerling van Guru Namita Ayodhya, die zelf in 2001 haar eigen Rangatram heeft afgedanst bij haar guru Madhuri Jagmohan. Volgens Ayodhya is Bharata Natyam een bijna 3000 jaar oude Zuid-Indiaanse klassieke tempeldans die dus alleen in de tempel werd gedanst. Na de komst van de Engelsen in India is heel veel veranderd, waardoor de dans ook buiten de tempel werd opgevoerd, zegt Ayodhya. En de ene kent natuurlijk ons geluk, want buiten de tempel treden wil ook zeggen buiten India treden. Ja. Dus in 1997 is Bharata Natyam naar Suriname gebracht door mevrouw Jagmohan. En daar ben ik een leerling van. Je wordt niet zo, nu ben ik docent, maar je wordt niet zomaar docent. Ik ben als leerling begonnen bij mevrouw Jagmohan. En door mijn Rangatram te doen, ben ik dus bevoegd om nu ook andere leerlingen hun Rangatram te laten doen. Dus als u zou zeggen dat mevrouw Jagmohan de eerste generatie is en ik de tweede generatie, dan is Dipa dus vandaag de derde generatie. Ze is de tweede danseres in Suriname van de derde generatie. En het Rangatram is dus eigenlijk een traditionele gebeurtenis waarbij de leerling, de student, wordt ingewijd als volwaardige Bharatanatyam danseres en dus zelfstandig de reis mag beginnen om zich te verdiepen in de Bharatanatyam danskunst. Mahespal Singh is onlangs 14 jaar geworden. Daarmee is zij dus de jongste danseres die een afstudeervoordracht heeft gedaan in de Bharatanatyam Rangatram. Ayodhya zegt dat dit optreden ook gezien kan worden als het afleveren van een meesterstuk door de docent of guru. Na jarenlange begeleiding, boetseren en polijsten kan je dan je leerling presenteren aan het publiek als volwaardige Rangatram danseres, zegt Ayodhya. Het moment dat je Rangatram hebt gedaan, wil zeggen dat je dat deel van de danskunst als zodanig goed beheerst dat je het ook kan overdragen. Dus dan mag je lesgeven. Bij ons op de dansschool is het niet zo dat je alleen maar enkel dansen moet kennen. Ik heb van mijn guru geleerd dat je ook theorie moet kennen. Een beetje de achtergrond van de dansen, van de danshistorie. En je moet ook stage lopen. Want ook al besluit je om wel of geen les te geven na je Rangatram, je moet wel in staat zijn om les te geven. Dus dan loop je stage op de dansschool om dan danseresjes van verschillende leeftijdscategorieën bepaalde dansen te leren. Hoe jong beginnen de eerste danslessen? Hoe jong met mensen? Dat verschilt van persoon tot persoon. Bij mij op de dansschool was ik eigenlijk afhankelijk met 6 jaar begonnen. Maar het is al enkele jaren is het nu naar 3 jaar gebracht, omdat mensen dat gewoon al wensen. En ik zelf ben ook begonnen op mijn 3e jaar met dansen. Dus ik dacht van ja, waarom niet? Namita Ayodhya, guru van Dipa Mahespal Singh, die afgelopen zaterdag in Thalia haar Bharata Natyam Rangatram heeft afgedanst. Nu kan de 14-jarige Dipa ook zelf lesgeven in deze Zuid-Indiaanse klassieke tempeldans.